In een museum vol Hollandse meesters is er één vreemde eend in de bijt. In de gouden zaal van het Mauritshuis hangen 15 werken van Giovanni Antonio Pellegrini. Een Venetiaanse schilder op een van de meest prominente plekken in dit museum vol Hollandse topstukken. Pellegrini speelde binnenhuisarchitect in het Mauritshuis, maar dan met verf. Hij schilderde standbeelden, bloemstukken. Hij schilderde zelfs zicht op de hemel aan het plafond. Aan het plafond zie je drie schilderijen en die werken als een soort ramen. En door die ramen zie je de blauwe lucht, ook al zitten er nog twee etages boven. Maar bijna ging alles verloren. Rook van de open haard, zonlicht door de ramen. De schilderijen werden geler en bruiner. De hemel was niet meer blauw. Grisailles werden brunailles. En ergste van alles, onder de verkleurde vernislaag was een mysterieuze witte waas ontstaan. Niemand wist wat dat was. Er was een tijd dat het Mauritshuis liever van heel Pellegrini af was geweest. Ja, men vond ze eigenlijk niet interessant. In de jaren 50 heeft men zelfs een wandje ervoor getimmerd. Ontdek nu zelf hoe een wonderlijke restauratie de Pellegrini's heeft gered. Het is tamelijk bijzonder. 5 jaar geleden was het heel moeilijk geweest om dit te doen. Maar dankzij het onderzoek bij Shell konden we dit voor elkaar krijgen. Wie dat nu komt bekijken in het Mauritshuis, kan de miraculeuze restauratie zelf herbeleven op zijn smartphone of tablet. Maar er is meer. Want wie vandaag de dag omhoog kijkt naar de daklichten van Pellegrini, ziet niet alleen verf op het plafond, maar een spektakel zoals Pellegrini het zelf niet kon maken. Zie hoe de nacht wordt verjaagd door dageraad, door Aurora, met in haar kielzog Apollo, god van de wetenschap en de kunst. Pellegrini, nu in het Mauritshuis.